Ambassadeur Rajinder Kargi van Suriname, residerend in Den Haag, heeft op 27 september zijn geloofsbrieven overhandigd aan de president van de Republiek van Finland, Sauli Niinistö. Suriname geeft hiermee invulling aan de aangegane diplomatieke relatie met Finland, die dateert van 2005. In het aansluitend gesprek met de president besprak ambassadeur Kargi de internationale ontwikkelingen en mogelijke samenwerking tussen het Surinaamse en het Finse bedrijfsleven. Het Working Landscapes programma van Tropenbos Suriname, TBS, promoot goed beheer van gemeenschapsbossen en agroforestry systemen onder Samakadorpen in het Boven Suriname riviergebied. In dit kader heeft TBS studies verricht over de feitelijke situatie rond de toegang tot financiering voor de agrocoöperaties en individuele producenten. Leroy Jack is als consultant aangetrokken om dit onderzoek te verrichten en presenteerde de uitdagingen en mogelijkheden die er zijn voor agrocoöperaties om tot financiering te komen voor hun projecten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de maand oktober uitgeroepen tot Mental Health Awareness Month, de maand voor de bewustwording rond de mentale gezondheid. Minister Omar Ramadien zegt dat na de COVID-pandemie en door de financiële situatie in het land veel mensen kampen met mentale problemen, zoals stress. Door goede voorlichting en adviezen kan het aantal personen dat leidt aan mentale klachten afnemen. De minister roept een ieder op om mee te doen met deze bewustwordingsmaand. Bewustzijn over mentale gezondheid kan de fysieke gezondheid stimuleren.